Staat in het belscherm bij Mark? Ja, maar ik ga het helpen. Hallo, dan heb ik toch niet derde man voor. Laat mij even doen wat ik wil. Het is slaap om z'n borst. Er zijn wel mensen die hebben een stop en doos gegeven. Twee tikjes op de eerste wissel. Hoe laat ik je zwart hoor? Ik zie je hier niet zo groot. Hoi, hoi. Kijk waar je naartoe rijdt, hè? Kijk waar je naartoe rijdt. Ja, dat komt de auto aan. Ik geloof twee mankementjes, één schoentje en één breuk, en een draadje. Ja, dat valt bij.
We hebben één goos ook een beetje gebroken. Precies. Op zich dus. We hebben wel wat vertegen op belt opgegeven met illustratiekomers. Dus we nummer 1 en 2 ergens in het midden over. Op het SC-team had ook iets van 30, 40 rondjes aan de kant gestaan. Ja. Maar softwarematig, geen enkel probleem. Oxygen heeft zich fantastisch gedaan. Auto's hebben zich goed gehouden. Regels hebben zich goed gehouden. En jullie hebben ze goed gehouden, dus ik hoop dat jullie een leuke digitale ervaring hebben gehad. We hebben net nog even bedacht de prijs voor de mooiste auto die is er niet. Maar wel voor de allerleukste auto en die wilde ik graag overhandigen. Aan Kukie. Yo! Toch een prijs! Kostenpunt 2023, de 6-hour Digital Race. De ugliest car en voor de ugliest man. Op de 7e plaats, die toch echt een hele spannende race van uren achter elkaar hebben gehad, is, ik weet niet hoe de uitslag nu is, het heet Apex 1. Oh, het is 2. Het is Apex 2. Ja. Ja. Apex 2 met 1551 rondjes. Een debutant vandaag, helemaal gekomen uit Zeeland, waar ik toch heel erg blij mee ben dat ze die tijd hebben willen nemen om de digitale ervaring vandaag te ervaren. RCS team, 1730 rondjes en waarvan zeker 30 rondjes kwijtgeraakt door mijn meur. Een van de oudere races samen met een van de jongste races, Steuntje. JJ Racing met 1822 rondjes. Ik bedoel maar. Dat zijn de jongens die wel bij de eerste vier zitten, want die hebben een gemiddelde rondetijd gehad van 11-1, 11-4, 11-8 en 11-9. Dus dat zijn de eerste vier die continu gemiddeld zo snel rijden. Dus dat is wel een prestatie op zich. Inclusief pitstops. De derde plaats is voor Slipsteam. Hey, ik heb het al. Ja, die is naar huis. Die is werken. Ja, schat. De volgende team wat zo'n beetje 50 rondes. Die 50 rondes valeur hebben gehad. Een digiteam. En dat is ook precies het verschil tussen dubbelteam. Ook 50 rondes. Yo! Tja. Heren, even een breed deel lens erop. Gefeliciteerd. Ja, ik hoop dat jullie geen poster. Ja, mooi hoor. En dan de absolute winnaar van vandaag. Waarvan ik eerlijk kan zeggen dat ze was goed bij rijden. Dat weten we allemaal. Dat hij snel auto maakt, dat weten we ook allemaal. Maar ik vond wel dat Rob een enorme comeback heeft gemaakt. Een half jaar geleden toch behoorlijk stond de struggle op de baan. En ik heb daar vandaag niets van terug gezien. Die is gewoon helemaal digitaal in de opdracht. De man die het meeste loopt, zeikt op de wedstrijd. En voor je loopt te wisselen. En eigenlijk niet lastig mee te zonder is. Geweldig. Kun je nou een bier drinken? Ja hoor. Had je gelijk al kunnen doen, hè? Bas, gefeliciteerd. Rob, gefeliciteerd.
Hallo? Applaus jongens! Yo!